Hallo dames en heren kijkers, ik ben Evert de Napel en ik ga deze wedstrijd voor u verslaan met Jordi Mulder. Ja Evert, ik heb er zin in, want het wordt een geweldige wedstrijd denk ik. Een mooi affiche vandaag hoor, met daarop Montpellier en Toulouse. De thuisploeg Jordi, en wat denk je daarvan? Het seizoen zit er bijna op, ik hoop dat ze er alles aan gaan doen om te winnen vandaag. De supporters verdienen een mooie afsluiting van het seizoen. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Vandaag stuurt de trainer een 5-2-3 formatie erbij in. Wat betekent dat voor de wedstrijd? Ja, op papier dat het erg verdedigend zal zijn even. Met 5 verdedigers, ja, dan wordt het toch lastig om aanvallende impulsen te gaan geven. En dit is de formatie waarin de bezoekers van start gaan. 4-5-1. Eén spits dus. Ja, die gaat een hele eenzame middag tegemoet. Ja, die staat zwaar op een eiland, Evert. En ja, misschien gokken ze op het uitbraakje of op het doodspelmoment. Aantrekkelijk zal het niet worden. En de aftrap is genomen. Laten we hopen op een prachtwedstrijd met veel doelpunten. Wij zijn er klaar voor. Diop. Aguilar. Het spel wordt goed breed gehouden. Axel en Gradel. Andy Delors. Oh, dit kan een kans worden. Wat een actie. Axel en Gradel. Die bal gaat over de achterlijn corner. Ze kiezen voor de lange variant. Een gevaarlijke bal voor de verdediger. Hij krijgt hem op de slot. De keeper redt. Ja, corner. De corner wordt diep getrapt. Nee hoor, die kopbal gaat er niet in. Prima redding. Maxel en Gradel. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Hij verliest de bal. Aguilar. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Er liggen nog steeds mogelijkheden om deze counter uit te spelen. Een opgelegde kans op een doelpunt en de voorsprong. Een corner en wie gaat hem nemen? Hij krijgt toch nog geel, Jordi. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft. Diepe corner. Een makkie voor de keeper, deze slecht genomen corner. Diop. Daar liggen countermogelijkheden. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Maxel en Gradel. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij had de bal, maar kon hem niet vast. Volgens de vlag en de fluit is het buitenspel. Ik zeg net niet, maar ja. Hey!
Aguilar. En de bal gaat weer terug. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Goed voor geel. De scheidsrechter trekt de rode kaart. Dat is een behoorlijke tegenslag, Jury. Ja, dit is een belangrijke verdediger. Benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Hilton, wie weet levert dit een kans op. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Ola Toivonen. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Jérôme Roussillon. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en eens kijken hoe dat uit gaat pakken. Volgens mij is het een goede beslissing, Evert. En je krijgt dan toch dat de vaart in het spel behouden blijft. Het is aan de scheidsrechter om het spel stil te leggen. Dat gebeurt nu ook. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet die speler toch gaan oppassen. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Hij heeft een blessure opgelopen en wordt nu vervangen. De geblesseerde speler is gewisseld. De wedstrijd gaat verder met de scheidsrechtersbal. François Moubandje, Maxel en Gradel. Er ligt heel veel ruimte daar op de flank. Hij heeft volop een schot van afstand. Op zich geen slecht idee, maar dit schot gaat het niet redden, denk ik. Lordig zegt, tegenstander kan die uittrap eenvoudig oppikken. Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor. Die bal was lang onderweg en de keeper zag hem dus goed aankomen. Hij kiest voor een bal in de zin. Andy Delors. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Ola Toivonen. Wat gaat hij doen? Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. De bal mee richting uithalen, zou ik zeggen. Doelpunt! Daar delen ze toch even een tikkie uit, hoor, aan de tegenstander die nu een achterstand ongedaan moet zien te maken. Ja, dat zal een flink karwei worden, maar het verschil is maar één doelpunt. Nou, dat past inderdaad precies net over de keeper het doel in. Technisch uitstekend gedaan. Ja, goed gedaan, hoor, zo'n bal. En je voelt gelijk al dat die zit. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt.
Maxel en Gradel. Speelt de bal weer terug. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Ola Toivonen. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Daar liggen countermogelijkheden. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Hij fluit voor een overtreding. Zou hij ook zijn boekje uit zijn zak halen? Deze gele kaart moeten ze maar opvatten als een ernstige waarschuwing. Er is immers net al een speler van hun weggestuurd. De keeper heeft hem. Hij weet die paas te onderscheppen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. De tegenstander heeft alle tijd om die bal aan te nemen. Congré. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Hé, was dat geen hens? Ja, volgens mij wel, ja. Ik zal maar uithalen. Benauwde momenten daar voor het doel, hoor. Maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Maxel en Gradel. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Oh! Ai, 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 wat een belabberde paas. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? En nu doorgaan. Een pikkelhard schot, maar de doelman was alert. Corner en wellicht een kans om wat te doen aan de stand. De bal wordt in de 16 gepompt. Giovanni Sio. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Hij heeft de bal alweer veroverd. Knappe tackle. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Het is lopen met de bal en de... Moet je dat zien? Lasten! Zo. Hij neemt hem. Schot gelost. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jury. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Nou, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. Oh, dit kan... De tweede helft is begonnen. Jury, jouw mening over de wedstrijd tot nu toe? Nou, ik vond het een leuke wedstrijd, even. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van een vrije trap vanaf een voor hem gunstige positie. Daar krijgt hij een gele kaart voor, hoor. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. De scheidsrechter had geen keuze hier.
Ja, daar ligt de tegenstander echt niet wakker van. Een vrije trap van helemaal niks. Ja, dat was een zwakke poging, Evert. Die bal kwam nog niet eens in de buurt van het doel. Ola Toivonen. Die bal is voor de tegenstander. Maxelle en Gradel. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Dat is een lekker balletje. Hij wordt weggestuurd. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Een probleem voor de scheidsrechter. Deze speler had al geel en dit was niet zo'n handige actie van hem. Ja, dat is natuurlijk niet slim met al geel op zak. Nee, dat wordt onder de douche staan. Congré. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Diop. François Moubandje. Hij weet die paas te onderscheppen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hij verliest de bal. Andy Delor. Diop. Maxelle en Gradel. Andy Delor. Daar is de gelijkmaker. En dat is meer dan verdiend, Jury. Ja, ze bepalen duidelijk de wedstrijd. Maar soms is dat niet genoeg. De bal moet er nog wel in. Ondanks dat ze in de minderheid zijn, weten ze te scoren, Jury. Ja, ze laten de kopjes niet hangen en proberen het beste van te maken. Ja, dat ziet ze. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Wie weet levert dit een kans op. Andy Delor. Hij laat doorspelen, voordeel dus. En eens kijken of er ook echt voordeel uitgehaald wordt. Ja, natuurlijk, dat is de vraag. Maar al met al is het gewoon wel een goede beslissing van de scheidsrechter. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de ons. Hij is er doorheen. Nog steeds aan het... Overtreding en hij heeft al geel. Nog een kaart en hij kan vertrekken. Het is aan de scheidsrechter. De scheidsrechter trekt een gele kaart en daar had hij er al eentje van. Nogal domme overtreding, Evert. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met de sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Goeie bal. Oh, knalhard schot. Ze proberen wel op voorsprong te komen, maar vooralsnog staat het nog steeds gelijk. Bal is uit, ze mogen ingooien. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Andy Delor.
Hier heb je hem weer. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De vlag gaat omhoog buiten spel. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Vooralsnog grijpt de scheidsrechter niet in. Hij past de voordeelregel toe. En volgens mij heeft hij dat heel goed gezien. Ik denk het ook, Evert. Het is altijd lekker als er gewoon doorgespeeld wordt en dat er niet onnodig gefloten wordt. Sommige scheidsrechters zien geen problemen op de sluitpost. Ola Toivonen. Maxel en Gradel. Mogelijk een goede kans hier. Komt hier een kans aan. Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Gaat dit hem worden? Ja, hij was te vroeg weg. Kwam omhoog voor buitenspel. We gaan een nieuwe speler krijgen. Ola Toivonen, daar houdt hij het hoofd koel. Hier liggen mogelijkheden als er snel wordt gehandeld. De bal vertrekt van de schoen. Doelpunt! Daar deden ze toch even een tikkie uit hoor aan de tegenstander die nu een achterstand ongedaan moet zien te maken. Ja, dat zal een flink karwei worden, maar het verschil is maar één doelpunt. Ik heb geen idee wat er mis is met die keeper, maar hij stond niet waar hij moest staan. Nee, ik vraag me af wat hij daar nou staat te doen. De speler die krijgt een presenteerplaatje zo. Fraaie paas over de breedte. François Moubandje. We hebben nog 10 minuten aan reguliere speeltijd over. Ik ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. Het laatste fluitsignaal heeft nog niet geklonken, maar de supporters vieren feest alsof de 3 punten al binnen zijn. En dat is misschien toch een beetje voorbarig even, want we zitten in de slotfase, maar het kan nog alle kanten op. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Jonge, jonge, wat een slechte paas toch. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Nog steeds in balbezit. Goed gezien in de handen van de keeper. Hij weet die paas te onderscheppen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken. Hij is er door. Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. Ja! Het ziet er beter en beter voor ze uit met weer een goal. Dat is doelpunt nummertje 2 voor deze jongen. En hij lijkt niet van plan het rustig aan te doen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Ja, het schiet op. We hebben nog maar 5 minuten aan reguliere speeltijd over. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Een plaatje hoor, deze breedtepaas. Wat een actie!
Hier liggen kansen. Die legt hem terug. De bal gaat tegen het houtwerk. Concret. En nu uithalen. En die hangt. De bal had geen haast, maar wat maakt het uit als hij zit? Je ziet hem kijken. Een geplaatst schot. Prima doelpunt. Goed uitgespeelde kans. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanvaller. Die stond op de juiste plek en maakt alsnog de goal. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Ola Toivonen. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Andy Delors. Nou, dat was te volvaardig. De aanval is alweer afgeslagen met de tegenstanders nu in balbezit. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Dat zou fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. De wedstrijd is afgelopen. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt. Hè. Dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.